Suriname moet tijdens de klimaatconferentie COP28 in december in Dubai gepromoot worden als groen land. Dit zal volgens minister Marciano Dassai van Ruimtelijke Ordening en Milieu, ROM, de focus moeten zijn. Hij gelooft dat met hulp van de Europese Commissie, EC, dit doel wel verwezenlijk kan worden. EC-vicevoorzitter Frans Timmermans zei afgelopen week dat alles gedaan moet worden om Suriname extra zichtbaar te maken op de COP28-conferentie. Dassai is er ook van bewust dat Suriname weer in beeld moet. Vandaar dat bij de COP28-conferentie duidelijk moet worden dat Suriname één van de weinige landen is met veel bos. Wij doen mee aan alle debatten. Wij doen onze presentaties in de COP. Wij gaan in onderhandeling met de andere landen. Maar een extra dat erbij komt is dat wij ons mogen profileren. Er gaat een stand zijn waar wij Suriname mogen promoten, laten zien wat we allemaal hebben. Dat wij een van de weinige landen zijn met zoveel bos. Dat wij carbon negatief zijn. En heeft het dus aangehaald dat wij als Suriname nog niet zo zichtbaar zijn voor de wereld. De bewindsman beaamt dat Suriname met het vraagstuk van klimaatverandering zit. De effecten zijn reeds zichtbaar en tonen dat dit fenomeen geen ver van mijn bedshow is. Als land, als ontwikkelingsland, hebben wij niet altijd genoeg middelen om mee te gaan met de nieuwste innovaties op het gebied van groene energie en alle andere innovaties om CO2 te reduceren. En wij hebben als land in Zuid-Amerika hebben wij een lage kustvlakte. En het is juist daar waar wij wonen. Dus als het gaat om climate change, de gevolgen van climate change is wateroverlast, zeespiegelstijging, zijn wij dus kwetsbaar. En meneer Timmermans heeft dus aangeboden dat wij, als het gaat om expertise, als het gaat om middelen, dat wij worden geholpen daarin. Volgens minister Dassai heeft Suriname ook hulp aangeboden gekregen van de Europese Unie om daadwerkelijk ervoor te zorgen dat kwikgebruik in 2025 volledig is uitgefaseerd.